De Dijk. En hoe dan wel? Voorzitter, er waren onder de voorgangen van deze minister waren de behandelcentra gestart. Die zijn vervolgens gesloten omdat ze niet voldeden. <tus> en dat moeten we ook hier constateren, ook in deze Kamer, en u moet dat zelf ook doen. Dat is mijn eerste verzoek aan u: om toe te geven dat het long-covid patiënten zijn geweest. Die ervoor hebben gezorgd dat dit debat nog steeds gevoerd wordt. En dat zowel deze Kamer, maar vooral dit kabinet, eigenlijk deze mensen jarenlang niet gezien heeft. En dat in dit land er zo'n ontzettende achterstand is als het gaat om onderzoek, informatie en kennis van postinfectueuze ziektes. Dat het beschamend is. Dat dit zo ontzettend lang moet duren. En dat u nu ook aan het wijfelen bent. En ik ben het er helemaal mee eens. Voorgangers die interrumpeerden ook. U mag het amendement van de heer Bussoff niet deugdelijk vinden. Maar kom dan met wat beters. Ik heb hier net minutenlang verveeld op mijn stoel gezeten. Omdat ik moest luisteren naar u. En dat ging over versnellingsagenda's en dialoogsessies. Om in beweging te komen. Mijn hemel. Maar laat ik u dan één vraag stellen in uw woorden, in uw taalgebruik. Waar is de versnellingsagenda? Voorzitter, de heer Dijk zet wel, vind ik, de hele medische gemeenschap van Nederland die bezig is met post-covid en post-infectieuze syndromen weg. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind, en dat heeft minister Kuipers ook gedaan, die is uh, niet alleen uh, in Nederland wordt geïnvesteerd in onderzoek, maar ook in Europees verband. Heeft zij gezocht voor meer onderzoeksgeld. En ik ben het helemaal met de heer Dijk eens dat we dat onderzoek ook uh, ja, maximaal moeten stimuleren. Ik herken me niet in de woorden van de heer Dijk dat uh, we daar remmend in zijn. Ik ben dat niet. Uh, dat moeten we doen. We moeten ook tegelijkertijd nadenken terwijl het nog heel ingewikkeld is, omdat een goede definitie nog ontbreekt, ja. omdat de diagnostiek nog ingewikkeld is, omdat je ook niet wil dat, mensen, dat iets anders bij mensen onbehandeld is. En uh, willen we, en dat hebben we hier met elkaar volgens mij ook gezegd, en dat zeg ik ook, die zorg voor uh, de patiënten rondom die patiënten en rondom het ziektebeeld post-COVID vormgeven. Maar dat is niet een eenvoudige zaak. He, er staat helemaal niemand te remmen hier. We moeten dat op een goede manier doen. En, uh, maar ik zeg wel, dat doen we wel op basis van de expertise van het veld. Want dat doen ze namelijk voor alle zorg. Dus we, uh, we hebben het hier in de Kamer altijd veel over uh, de, 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 zeg maar, de autonomie van de professionals. Dit zijn professionals die dit willen vormgeven. En die brengen we bij elkaar. Er zijn altijd professionals die het mening hebben, nou het moet precies zo. En de anderen zeggen precies zo. Brengen het bij elkaar. Dat doen we onder andere in het gesprek waar we het daarover hebben, maar ook in die conferentie. We zijn en gaan aan de slag om te kijken hoe we dat organiseren. Maar dat is ook echt aan het veld en de zorgverzekeraars samen, om te kijken hoe dan. Dat doen ze voor heel veel dingen, ook hiervoor. En ik zal daar op toezien. Via de voorzitter. voorzitter ik schoffeer helemaal niemand die in de zorg werkt, zeker professionals niet. Um, maar u moet toch hier toegeven dat de minister moet hier toch toegeven. De minister moet toch hier toegeven. De minister moet hier toch goed toegeven. Uh, dat er centra waren die gesloten zijn en dat het er niet beter op is geworden. En dat we gewoon een achterstand hebben nu. Dat we ver achterlopen op andere landen die hier veel verder in zijn. En dan kunt u zeggen: ja, er is dus diagnostiek nodig. Ja, als je laat begint, dan is die er niet. Als je laat onderzoekt, is die er ook niet. Het was een voorstel van uh, mevrouw Paulusma en mijn voorganger Maarten Heink om die uh, expertisecentra uiteindelijk wel te gaan starten. Maar ook dat was eigenlijk al te laat. En ook dat is afgedwongen hier. En dan, is mijn, dan rest de vraag nog steeds. En natuurlijk moet het veld hierbij betrokken worden. Uh, natuurlijk moet dat. Maar er is hier een vurige politieke wens om dat snel te doen, om dat snel te veranderen. En dan is rest eigenlijk nog een vraag. Als u het voorstel van de heer Bussoff, het amendement van de heer Bussoff, niet goed genoeg vindt. Waar komt u dan zelf mee in plaats van binnenkort een, uh, een symposium? Ik weet niet welk woord u ervoor gebruik, gebruikte. Conferentie, een conferentie. Doen. Prima. Wanneer zijn die, die behandelpolisten? Ja, voorzitter. Uh, wetenschappers werken over het algemeen over grenzen heen en nemen kennis van elkaars uh, kennis en kunde. En ook zorgorganisaties kijken naar elkaar ook internationaal. Hoe zou je die zorg het best kunnen organiseren? En ook de beroepsgroepen. Dat gebeurt. En er zijn uh, ook internationaals deze discussie gaande. Hoe kan je dat het beste doen? En uh, het is niet aan mij om het abonnement van de heer Bushoff te verbeteren of te veranderen. Uh, ik zeg u, uh, wij komen met planvorming hier en daar hoort uiteraard ook uh, bekostiging bij, maar dan wel planvorming waarbij niet we het veld meenemen. Het veld is aanzet om dit te doen. Dat we dat namelijk altijd doen voor de zorg. Zij weten dat het beste. Ik ga niet op hun stoel zitten. Samen met de zorgverzekeraars die de rol hebben in ons systeem om dat op een goede manier in te kopen. Zodanig te organiseren dat het ook kan blijven. En als het begonnen is, maar het is weer gestopt, dan is dat kennelijk niet goed genoeg. Ik zou zeggen, eerder nog een. Waarschuwingen om het vooral goed te doen en niet zomaar te zeggen: Nou, dat gaan we dan doen, bordje podekniek erboven en dan zijn we daar. Want om zo'n zorgpad op te bouwen heb je echt veel nodig. En dan ga je ook andere dingen en organisatievormen in die ziekenhuizen veranderen. En ik sta je dus niet te remmen. Ik wil juist dat we het goed doen. En ik begrijp het belang van het organiseren van zorg om die patiënt heen. Absoluut. Sorry, ik, euh, voorzitter, help mij. Nou, De heer Dijk zei het luid en duidelijk, hij vraagt zich af wanneer. Uh, nou ja, wat ik gezegd heb, eind februari uh, zijn we bezig uh, met de, we proberen we dat in die conferentie bij elkaar te brengen, wel, welke naam nou, je er ook aan gaat, het gaat erom dat dat het is. Ik kan uh, niet nu zeggen oké, okay, dat betekent dat we in die rapportage dat meenemen of er komt een brief. Uh, ik zal uh, daar even te raden gaan bij mijn ambtelijke ondersteuning. En dat moet u mij even vergeven, omdat ik ook niet alles kan overzien in deze twee weken. En dan kom ik uh, straks nog terug in de tweede termijn met een uh, termijn. De heer Krul. Om oh, aan dat laatste te beginnen, want dat, voorzitter, vind ik echt hoogst, hoogst verbazingwekkend. Deze minister wist dat dit debat gevoerd zou worden. Ze had haar eigen lijn.